Harkema Massa Boys had dus eigenlijk zijn valse start maken. Maar twee nederlagen en dus matte wat Rjocht Lutsenburg. Dit is de eerste kans. Kopbal van Gerrit Henstra. Maar een kapachtige reactie van de Sontjehierige keeper David Laanstra. Maar ASV Dronten had een paar hele goede spelers. Minno van der Werf gaat hier in de fout. Het is geen overtreding, zei de skiesrochter. Dan maar Roejan van den Berg trof in. Die leidt de bal al op Leon Dorgelo. En die zucht Joni Asherol. En Asherol ging hier op goed voor 25 goals in de eerste klas. Want ASV Dronten is debutant in deze haatklas. En ik nou prikt er hem erin achter keeper Kooistra. En dan is het 1-0 voor ASV Dronten. Harkemaarse Boys speelt in de beginfase wisselvallig, maar krijgt ook kansen. Het is een mooie combinatie tussen Alvin Kooistra en John Wening. En dan komt de bal maar een beetje gelok uiteindelijk bij Gerrit Henstra. En die zucht dan de bal op de peel te lonen komen. Pech, domme pech dus voor de Harkieten. Op een mooie onval voor Harkemaarse Boys. Het wordt sterker en sterker. En Dronken komt er net meer uit. Snelle onval, Jan Harm Skippers, die zucht dan Alvin Kooistra. Maar het resultaat is op en na geen goal. En dan hebben we na zo'n 24 minuten in de eerste helft. Dat was al drie goede kansen voor de Harkieten. En het houdt net op. Henstra komt er net onder de pas, maar dan de rebound van John Wening. Maar hij krijgt de bal er net in. Dan maar eens hoe de oren komt. Jan Harm Skippers. Alle ronde, er komt de bal op een nij bij John Wening. Hoe is het mogelijk? Ja, en hoe is dat alweer in een voetballerij? Als je zelfs net scoren, dan is er nog altijd een ontzettender die het gevaarlijk werk in. Hier is Roeljan van den Berg. Jit Onmino van den Werf hinnen. Oh, de bal jit op een peel. De lok voor Harkemaarse Boys. Onmino van den Werf, die zelde tak om wiekertje in ONS net bij was in verband met een scorsing. Nou, dan Harkemaarse Boys nog maar eens een keer. Want dit is een hele goede actie van Joni Asherol. Die heeft om 12 instanders hinnen. Prachtig oorlijn op Roeljan van den Berg. En dat hier dus haast 2-0 West in alle verhouding zien. En dan Fortnite Skoft. Wil Harkemaarse Boys eigenlijk wel 1-1 scoren. Dit is invaller Simon Brilstra. Mijn oorinvaller. Rogier Bal. Geen goal voor Bal. Bliuwt het 1-0, maar in die tweede helft zal het ASV Dronten wezen dat de beste kansen krijgt. En ze hebben een paar hele listige spelers waarin. Dit is een van die man, dus Joni Asherol. Maar de peel en de voort van de keeper Sire Kooistra voorkomt dan de 2-0. En dan binnen de rek een grote irritatie bij Harkemaarse Boys, want het wil maar net rinnen. Dit is een overtreding van Jan Harm Skippers. Nou, het wordt dan een gele kaart. En dan had er net een klein, want het is echt de kleur van zijn eigen shirt wijzen kind. De slotfase van de wedstrijd. Wordt er dan toch nog 1-1? Dit is een kopbal. Een kopbal van Rogier Bal. Maar de skiesracht en de greunsrachter gaan net zien dat de bal oer de line west is. En dus blijft het 1-0. De absolute slotfase. En dan krijgt Dronten alle ronden en ik alle kans om 2-0 te scoren. Prachtig lopke. Dat moet zijn worden. Tja, en dan is het 2-0. Prachtig doelpunt van deze Leon Dorgelo. Maar het zal nog slimmer worden voor Harkemaarse Boys. Want in blessuretijd is het Joni Asherol die het 3-0 scoort. Harkemaarse Boys na 3 wedstrijden 0 punten. En dat is net goed voor het zelfvertrouwen. Je moet wel in jezelf blijven geloven, want dat tast toch het vermogen aan, zeg maar, dat je dus wat gaat twijfelen in jezelf. Nou, dat moet je niet doen. Je moet op een gegeven moment, je ziet wat voor groep wij hebben, je ziet wat voor materiaal erin loopt. Dat zal heus wel komen, alleen ja, net wat je zegt, ik kan ze er niet voor in inschieten, dat zullen ze zelf moeten doen.